De school is al even in gebruik, de brede school De Esdoorn in Sleeuwijk. Maar nu is hij dan ook officieel geopend en mochten geïnteresseerden de school van binnen bekijken. Ja, ik ben heel tevreden over het resultaat. Het heeft heel veel tijd gekost, heel veel energie. Maar je ziet ook dat ja, als je goed met elkaar in gesprek bent op een goede manier, dan krijg je ook echt iets voor elkaar. En ja, dan is het gewoon ook heel fijn om op deze manier dit tot stand te kunnen brengen. En dat is echt iets van ons samen. Dat merk je gewoon. Al deze ruimtes zijn echt van ons samen. En die samenwerking die kunnen we op deze manier alleen maar verder uitbouwen. Terwijl we toch als scholen ieder afzonderlijk onze eigen school blijven. Ieder heeft daarin zijn eigen verantwoordelijkheid. En dat geldt ook voor een trema kinderopvang en dat geldt ook voor een bibliotheek. Ieder vanuit zijn eigen kennis en expertise levert een bijdrage aan het geheel. Ja, het is een heel avontuur geworden. 10 jaar geleden, 2008, begonnen aan een spannend traject. Samen met mijn collega, toenmalige collega van de burgemeester Verschoorschool, een kop koffie gedronken met de vraag: jullie staan op het huisvestingsprogramma van de gemeente op nieuwbouw en wij staan dat. Gaan we dat samen doen of gaan we dat ieder apart doen? En uiteindelijk is het samen gegaan en met dit als resultaat. Dus we zijn er heel blij mee. Nou ja, wij zijn heel erg blij dat we nu in dit gebouw mogen zitten. Onze oude school was natuurlijk meer dan 40 jaar oud en het was echt aan vervanging toe. En we zitten nu in het nieuwe gebouw en het is elke dag weer een feestje om hier te mogen werken. Is het een verbetering ten opzichte van het oude gebouw? Ja, dat is altijd lastig, want ja, we staan hier eigenlijk nog met een stukje van het oude gebouw op de achtergrond. Als je ergens lang werkt, raak je vertrouwd met een omgeving. Je weet er blindelings de weg, je weet welke hoeken en gaten er zijn waar je de spullen opbergt. Alles gaat vanzelf. Dat gevoel moet hier nog ontstaan. Maar in heel veel opzichten is dit gewoon een enorme verbetering. Als het gaat over de isolatie, als het gaat over de technieken die toegepast zijn. Eigenlijk ook de mogelijkheden die we hier hebben. En dan denken wij dat dit een gebouw is waar we echt de toekomst mee in kunnen. Ja, alles is nieuw en alles werkt prettig. En alles is fris, dus het kan niet beter. Twee scholen in één gebouw met daarbij nog een uitgebreide gymzaal, bibliotheek en kinderopvang. Wat zijn daar dan voordelen van? Al vrij snel in het proces schakelde kinderopvang bij, kinderopvang Trema. Want een brede school zonder kinderopvang, ja, dat is eigenlijk geen brede school. Dus die verzorgen hier nu de voorschool, zeg maar, dus de kinderen van 2 en 3 jaar. En daarnaast is de bibliotheek er ook bij betrokken. De oorspronkelijke bibliotheek zat in de Bolderik en ja, die moest daar weg. Zoals zoveel van die vestigingen moesten sluiten. En de kans om een voorziening voor Sleeuwijk overeind te houden was in de brede school. En nou, dat is gelukt. En die wordt dan gecombineerd met de schoolbibliotheek. Dus de scholen maken ook gebruik van de voorzieningen van de bibliotheek. Dus ja, in feite sla je dan 2 vliegen in 1 klap. Nou, we zijn als aparte gebruikers nog steeds zelfstandig. Dus de Morgenster is nog steeds de Morgenster. En de Verschoorschool is nog steeds de Verschoorschool. Daarbij Trema, daarbij de gemeente met de gymzaal en de bibliotheekvoorziening. We zijn aparte gebruikers die met elkaar proberen te zoeken naar wat is nou de meerwaarde als je dingen samen doet. Ruimte samen gebruikt, maar ook bepaalde activiteiten samen onderneemt. En daar zoeken we dus de komende tijd naar extra's. Want samen kun je meer dan ieder alleen. Wij zijn twee hele verschillende scholen. Ik denk dat het goed is voor de mensen in Sleeuwijk dat ze wat te kiezen hebben. We zijn allebei goede scholen. En ik denk dat een ouder moet kiezen wat het beste bij zijn kind past. En dat kan alleen maar een voordeel zijn. Wij werken bijvoorbeeld heel erg veel met een leerplein. We hebben kleinere lokalen, zodat kinderen ook op het leerplein kunnen leren. Dat we dat echt bij ons onderwijs erbij betrekken. We proberen groepsdoorbrekend en op niveau te werken. En we merken dat het heel veel voordelen geeft voor kinderen, waardoor ze beter kunnen leren en zich beter kunnen ontwikkelen.